complete ignorance that whole beland? Ik ben uiteindelijk beland bij de ALO in Eindhoven. Aha, dus geen muziek. Mag geen. Mag geen, ja. Cool, ook leuk. Nou, ik heb super genoten van jullie. Jullie mogen lekker naar de Green Room. Daar gaan ze jullie voor alles vragen. En dan mag het volgende, het laatste bandje klaarstaan. Geef ze nog een groot applaus. Dit waren Chris, Sanne, Fleur, Mats, Maud, Kasper en Guus. Ja, Jens en Heike. Hoe is het daar? Ik vind het wel jammer dat we bijna klaar zijn. Ja, dat vind ik best jammer. Ik heb er erg van genoeg al, ja, tot nu toe. Maar gelukkig mogen we morgen nog een keer, hè? Ja, gelukkig wel. Zeker. Wat was jullie favoriete optreden tot nu toe? Ja, ik vond deze ook best heel leuk. Best wel deze leuk. Deze was wel mooi, hè? Ja. Ik zie daar drie dames staan. Nou ja, liedje was natuurlijk de Pretender. Nou, ik vond het zo goed. Jullie deden net de Foo Fighters na. Ja, Foo Fighters na.
Ja, zeker. Wij vinden het zelf ook een heel vet nummer. En, ik ben ook heel zelf heel trots op het resultaat. En we hebben natuurlijk wel een uitdaging genomen om het met een meer klassiek geluid te doen. Met ook de klassieke piano en de saxofoon. Maar ik vind echt dat we echt heel trots op onszelf mogen zijn. En was het ook een moeilijk liedje om te oefenen? Nou ja, we hebben sowieso gewoon goede muzikanten natuurlijk. Dus ja, nee, ik vind dat we daar wel gewoon trots op mogen zijn. Dus ik denk, het zat er best snel in. Ja. Omdat de avond bijna over is, wat vonden jullie wat was jullie favoriete deel van de avond? Nou, ik vond het zelf ook wel gewoon leuk om even naar de andere bandjes te kijken. Maar alle bandjes zijn natuurlijk echt wel heel leuk geweest. Maar ik denk dat juist omdat we dan zo laat waren, toch het hoogtepunt wel was dat we zelf op het podium stonden. Hebben jullie al vaker meegedaan samen aan het Open Piers podium? Nou, nog niet precies met deze band. Wij hebben met een groot deel wel vorig jaar al meegedaan. Maar er zijn toch wel een aantal aanpassingen vergeleken met de groep die we toen hadden. Oké, heel leuk om te horen. Fabienne, hoe zit het in de zaal? Nou, in de zaal staat de laatste band klaar voor vanavond. En ik wil even naar Cas. Cas, we zagen jou net super cool achter de keys en nu horen we de basgitaar. Wat speel je eigenlijk allemaal voor instrumenten? Piano en bas. Ah, nou. En jouw broertjes die zitten achter de drums. We kunnen zo een familieband beginnen. Ja, maar we hebben nog niemand die zingt in de thuis. Maar ik kan niet zingen. Dat kan geleerd worden. En welke van de twee is jouw favoriete bas of piano? Ja, piano kan ik best wel goed. En op bas hebben we nog wel wat geleerd. Dus allemaal eigenlijk. Goed antwoord. En Lieke, welk liedje ga je spelen als eerst? Dat is een leuk van Mama. Oeh, spannend. En ik heb gehoord dat we dat niet alleen hier vanavond kunnen horen, maar ook nog ergens anders. Klopt, we gaan naar Orion 2024. Woehoe, applausje! Dat is super gaaf. Nou ja, de band, daar zit denk ik wel goed. Het zijn allemaal bekende gezichten. Je hebt ze vanavond allemaal al eerder gezien. Dus ik denk dat we gewoon lekker gaan genieten van het allerlaatste nummertje. En dat is Does Your Mother Know. Nou, voordat we beginnen. Nee. Fabienne is vandaag jarig, dus we willen graag nog eentje met z'n allen zingen. Maar nu is het podium echt van jullie. Dus ik zou jullie allemaal willen vragen voor het allerhardste applaus. En dit zijn Lieke, Tieke, Mats, Kas en Bouke met Does Your Mother Know?